turn around. Don't whisper out my name for like a breeze. It might stir a dying flame. I'll miss someone. If it pleases you to know, so close the door lightly when you go. Take your tears to someone else's eyes. They're made of glass. Bijna weer tijd voor muziek voor de Good Brothers, maar we hebben nog een laatste onderwerp voor de muzikale pauze en dat is namelijk Veteranendag die weer eraan zit te komen. We hebben natuurlijk de Nationale Veteranendag, maar we hebben ook de Veteranendag hier in de Krimpen de Waard allemaal weer georganiseerd voor het derde jaar door de stichting D-Day Krimpen de Waard. We heten hartelijk welkom bij ons hier in de studio. Een aantal bekenden, ze zit bijna. Dat is voorzitter van de stichting D-Day Krimpen de Waard, René Cusé. Hartelijk welkom. Dankjewel. Je vrouw houdt je goed in de gaten vanavond, ja, dus dat komt allemaal wel goed. Dichtbij, en Corrie van Dorst, als er iets met PR gedaan moet worden, word jij opgetrommeld. Zo, nou, bijna wel. Zo had je het mij verteld daarstraks en ook nauw betrokken bij weer de Veteranendag die wordt georganiseerd. Laten we eerst eens even teruggaan naar vorig jaar. Die warme zaterdag in Krimpen aan de Lek. Wat was het gezellig en wat was het leuk? We hebben er een aantal filmbeelden van en die laten we ondertussen even aan onze kijkers zien, zodat we een klein beetje beeld hebben hoe dat vorig jaar ging. Veteranen ingezet in dienst van de vrede. Wat zien we hier, René? Dit is een Nederlands Dixieland Orkest, Band of Brothers. En die spelen, Band of Four Brothers, en die spelen op heel veel evenementen zoals de Veteranendagen. Dus, een stukje opluisteren van alle activiteiten. Ja, en dat vinden de veteranen natuurlijk mooi, hè? Dat soort... Dat vindt iedereen mooi. Dat vindt iedereen mooi, ook het aanwezige publiek. Als we kijken naar overkoepelend landelijk, René, dan hebben we natuurlijk het Veteraneninstituut in Doorn. Ja. Het lijkt wel de afgelopen jaren, en daar ben je natuurlijk ook onder andere de veroorzaker van, dat er steeds meer op lokaal niveau wat wordt georganiseerd. Wat mist het landelijke wat het lokale kan invullen? Nou, ik denk dat het lokale voortkomt uit het landelijke beleid. Laten we zeggen, 20 jaar terug was er eigenlijk nauwelijks aandacht voor de veteranen. Veteranen, even voor alle duidelijkheid, het zijn niet mensen die alleen in Indië hebben gezeten bijvoorbeeld. Maar het zijn ook de jonge veteranen die in het kader van vredestaken zijn uitgezonden. Er zijn er al meer dan 100 van die vredestaken vanaf Precies, de Tweede Wereldoorlog. Dat is alleen maar toegenomen en de waardering, dat is echt van de laatste jaren. We vinden het steeds belangrijker om daarbij stil te staan. Hè. Onze stichting heeft als thema leven in vrijheid. En we vierden dat dan heel uitbundig op 5 mei. En dat moeten we ook vooral blijven doen. Maar het is zo, het is zo gewoon, terwijl het dat niet is. Ja. En zeker niet als je kijkt naar alle ellende op sommige plekken in de hele wereld. Maar op lokaal niveau zoekt de veteraan dan anders dan op het landelijk gebeuren een stukje respect, een stukje erkenning, een stukje waardering. Dat ook de lokale omgeving kan zien van, hé, wij zijn daarmee bezig geweest in de tijd. Ja, nou, dat is echt zo. Ik moet erbij zeggen, onze stichting organiseert dit samen met de gemeente Krimpen en Waard. Je ziet in feite dat daar ook het verlangen vandaan komt om die veteranen te waarderen. Dat doe je dan door middel van een evenement. Je zet ze in het zonnetje. Wat ze ook leuk vinden is vooral met elkaar, dat noemen ze dan met een mooi woord oral history, met elkaar praten over vroeger. Uh-huh. Hè, de dingen, wat heb jij beleefd? En het leuke is ook dat je jong en oud door elkaar heen elkaar ziet opzoeken. Dus het is echt altijd een feestje. Nou is onlangs het Veteranencafé gestart door een initiatief van Tristan Brouwer uit Schoonhoven. Hebben jullie daar ook contacten mee of staat dat helemaal los van elkaar? Daar zijn nog geen contacten mee, want ik vind elk initiatief wat er is, dat vind ik echt fantastisch. Het bijt elkaar niet? Maar misschien, nee, het bijt elkaar zeker niet. Maar ik denk dat het wel eens goed is dat we elkaar eens opzoeken. Misschien dat we elkaar kunnen versterken. Ja. Connie, ja. Het zit er wel aan te komen op zaterdag 2 juni aanstaande. D-Day rondom 6 juni. Ja. Nou, 3 jaar geleden was het natuurlijk een hele mooie aftrap op het Doelenplein in Schoonhoven met de Marinierskapel. Zeker. Vorig jaar deden zeker niet onderdoor in Krimpen aan de Lek met onder andere het Rijdend Unifil Museum en alle muzikale klanken die er te horen waren. Het lijkt me best wel moeilijk om dan ieder jaar weer wat te verzinnen om het weer te overtreffen of te evenaren. Wat hebben jullie in petto voor dit jaar? Nou, weet je wat het grappige is, Dirk? Dat mensen ons weten te vinden. En, dat is handig. Ja, nee, maar dat is op zich wel heel leuk. Want die militaire fanfares, orkesten, die weten precies in welke gemeentes wat georganiseerd wordt. En dan is het vaak niet eens zo heel moeilijk om iemand te vinden. Ja. Is het trouwens dit jaar in Schoonhoven dat wordt gehouden? Ja, het is bij het Bastion. Nou, dan kan ik me voorstellen dat het oud regiment van Heus staat te dringen aan de om juist in de thuisstad Schoonhoven dan te treden. Dan kunnen wij jou daar helemaal gelijk in geven. Ja, het Reunieorkest, Regiment van Heuts. Dat is de oude stomp, hè?
Ja, nou ja. Ja, zo wordt het genoemd. Ja, nou goed. Maar nee, ze komen naar Schoonhoven en ze hebben een uitgebreid programma met twee keer een rondtocht door Schoonhoven. Ja, en ja, met een exercitiepeloton erbij. Dus ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik een beetje aan vroeger denk. Want ik heb altijd op de Wal gewoond. Dus het was bij mij naast en op het Doelenplein bij school. En dus dat gaat dan weer herleven en niet alleen voor mij. Het is een aantal jaren geleden ook geweest toen zoveel jaar geleden de oorlog was afgelopen. Ja. Jaar of vier jaar geleden of zo? Langer. 8 jaar geleden, 2010. Toen stond het zwart van het publiek aan het veer van Schoonhoven. Nou, als zoveel toeschouwers weer krijgen, zal het natuurlijk ook brandskleur zijn. Ja, het is natuurlijk hartstikke leuk. Maar er werd er natuurlijk nog wel wat omheen gedaan. Hè. Dus, nu dat doen we nu ook. Oh, doen we ook? Oké. Ja, jij bent van de PR, dus vertel. Nou, ik ben niet. De PR organiseert het niet. Die mag ergens anders voor zorgen. Maar jij mag het wel namens de club vertellen. Ja, nou, René weet echt heel veel meer dan ik. Maar nee, ik zorg dat het naar buiten komt. En, dus ja, dat is mijn taak dan. Dat is zaterdag 2 juni. Dan een aantal weken later is de Nationale Veteranendag. Dat is 30 juni. Op de dag dat Wim de Naak de laatste fietsbanden zal gaan plakken. Ja. Dan is het gebeurd die dag. Heb je het idee dat mensen die zeg maar lokaal aan de activiteiten meedoen ook landelijk zeg maar meedoen, of zit daar toch een soort barrière in? Nee, ik denk dat dat zeker het geval is voor zover de mensen mobiel zijn. Hè? Want met name de oudere veteranen zie je dat dat wel eens wat lastiger is. Maar er zijn mensen die gaan daar ook naartoe. Hè? Die zien de oude dienstkameraden. Dus dit is echt een aanvulling op de Landelijke Veteranendag. En nou, weet je, wat ik net leuk vond wat jij zei, je had het over Van Heuts. Dat is natuurlijk echt, dat is Schoonhoven. Ja. We hebben ook deze keer tweemaal doen we een stadswandeling Schoonhoven Garnizoenstad. Door onder andere oud-officier Atte Vaal. We gaan naar de plekken waar Van Heuts, wat iets met Van Heuts te maken heeft. Daar kunnen ook overigens niet-veteranen aan deelnemen. Dus dat is denk ik ook goed om te weten. Het is niet alleen voor de veteranen. En hetzelfde geldt voor het concert 's avonds van Fanfare Brede Wapens. Die een tour of duty concert geven, beeld en geluid, prachtige lichtbeelden, een show bijna over veteranen van vroeger tot nu aan toe. Dus ook dat is voor iedereen gratis toegankelijk. Indrukwekkende voorstelling. Ja. Een dag om eruit te kijken voor de veteranen, absoluut, zaterdag absoluut. 2 juni. Tot slot, als laatste, heb je het idee dat er veel slapende veteranen zijn, die veteraan zijn op papier en dat verder niet naar buiten toebrengen, zeg maar. Wil jij ook die mensen bereiken of zeg je van nou het grootste gedeelte is er wel bij? Ja, dat weet je niet. Vanuit de landelijke organisatie weet ik dat er een aantal mensen zijn die zeggen ik heb mijn plicht gedaan en daarmee is de kous af en ik wil het er niet meer over hebben. Dus er zullen er nog veel meer zijn dan dat we vermoeden. Maar ook die mensen wil ik uitnodigen om gewoon, dan kunnen ze redelijk anoniem naar het concert toe komen om dat mee te maken. Dus van harte uitgenodigd. Tot besluit, een trailer over de aankomende Veteranendag. Jullie heel hartelijk bedankt en heel veel succes op zaterdag 2 juni. Dank jullie wel. Thank you.